Deze werknemers op Schiphol kunnen tegenwoordig in een zelfrijdend busje naar hun werkplek worden gebracht. Het gaat om een proef. Nou, we zien nu dat in de drukke periodes, dus voornamelijk de zomerperiode of in de piekuren, het toch moeilijk is om genoeg buschauffeurs te vinden. En die willen we heel graag ondersteunen op een manier die in lijn is met onze visie. En zo, zo rijden we met zelfrijdende bussen rond nu. Wat vindt u ervan? Van dit busje? Ja, ik zit er net in. Dus ik heb nog weinig ervaring mee. Dat is de eerste keer? Ja, is de eerste keer, ja. En wat vindt u ervan, een bus die zichzelf rijdt? Ja, ik denk dat het de toekomst is. De bus pendelt nu tussen de personeelsingang, de halte van de schoonmakers van de vliegtuigen en die van de sleepdienst. Dankjewel. En het doel is om deze bussen te vervangen. We are about to start moving. We hebben een voorgeprogrammeerde route die de normale pendeldienst ook rijdt. En die wordt door GPS-coördinaten bijgehouden. Daarnaast hebben we andere sensoriek die eigenlijk de objectdetectie doet. Dus zoals wij ook op verkeerssituaties moeten reageren, dat kan hij daarmee doen. En zodoende vervangt hij eigenlijk de buschauffeur die wij normaal gesproken hebben. En dat die objectendetectie werkt, is duidelijk als voetgangers oversteken waar ze dat eigenlijk niet horen te doen. Oeps. Een menselijke buschauffeur had hier ook op de rem getrapt. En dat moeten we gaan leren, hoe dat werkt. En wat vinden jullie van deze zelfrijdende bussen? Dat is wel wennen. Erg wennen, ja. Waarom? En geen chauffeur. We hebben toch al het risico dat er misschien iets fout kan gaan. 90% van de medewerkers is enthousiast. Tijdens de proef is er nog een safety operator aan boord die kan ingrijpen. Ja, we moeten het gordel dragen, dus ik denk wel dat het goed moet gaan. Ja, er zijn genoeg sensoren, dus vertrouw erop dat het goed gaat. Dankjewel. Doeg.